We staan hier op de wedren. Het is dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is de dag van Groesbeek. En gisteren waren er meer dan 1700 uitvallers. Vandaag is het weer lekker prima. Ook al zien we hier achter mij zie je wel wat donkere wolken. Dus het wordt nog even spannend. Maar tot nu toe is het lekker droog hier. Lekkere temperatuur. Perfect voor lopen. Dus het wordt weer een mooie dag. Tot straks. Hallo meneer. Hallo. Hallo. Do you speak Dutch? No, I don't, sorry. No, you know. Where are you from, sir? Where am I from? I'm from Liverpool. Liverpool? Yes. Nice. Yep, and I'm here walking on behalf of Walk the Walk, which is walking against breast cancer. Oh, really? What a wonderful thing. A team of 12 of us. 12? From the UK, yeah. You are the first one here, or? No, they've all finished. I'm OCD and making mine a marathon. Going up and down. Eh? So you came all the way from the big city of Liverpool. That's right. To the small town of Nijmegen. Well, it's very big when you walk around it. Yeah, that is very big. That is. Wish you all the best, sir. Just an amazing place. Yes, love it. Thank you very much. Enjoy it. Okay, thank you. Wish you the best. Cheers, sir. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Bent u aan het uitrusten? Bent u klaar? Ja, wij zijn klaar, ja. Ja? Bent u er ook klaar mee of dat niet? Van vandaag wel. Ja? Nog één dagje, hè? Dan is voor maar de tijd, toch? Ja, precies. Dan is het ook goed geweest. Ja. Hoe waren de afgelopen 3 dagen nou? Ja, prima. Ja. Leuk groep. Ja, de douanegroep. De douanegroep, ja. Ja. Wat zijn het voor mensen bij elkaar? Ja, we zijn met meerdere groepen. En wij zijn de eerste groep. Er komen denk ik nog 8 groepen achter ons aan. Kijk aan, dus hebben jullie eigenlijk de dagetappe gewonnen? Nou, yes. Goed gedaan. Hey, succes morgen. Ja, oké, dank je. Doei. U bent wel erg vroeg. Ja, goed hè. Hoe heeft u dat gedaan? Ja, gewoon lopen. Ja, gewoon een beetje doorlopen. Ja. Het is nog erg rustig hier toch op de wedren? Ja, klopt ja. Maar we zijn om 4:15 gestart. Maar dat is wel vroeg. En nu binnen. En de anderen zitten even in de stad nog. Dus, Die zijn nog even een biertje drinken? Ja, nou dat ga ik hier even doen. Hè? Oh nee, je gaat wel even nog eentje nemen? Ja, eerst binnen en dan pas wat ja, ja, ja. Ja, ja. Zo is het. Ja. En morgen formaliteit of wordt het nog even doorbikkelen? Nou ja, gewoon doorbikkelen denk ik. Ja. Niet met 2 vingers in de neus? We krijgen het niet voor niks hoor. Nee. Okay. Zet hem op morgen dan hè? 16e keer, dus ik weet wat. Oh, nou pff. Zet hem op morgen, maar dat komt wel goed denk ik. Ja. Dankjewel, waar zijn jullie van? TV Nijmegen, RN7. Oh, okay. Mijn zoon heeft bij Utrecht, bij Gelderland gewerkt. Echt waar? Ja. Wie is je zoon dan? Marco Geitenbeek. Ja, die kennen wij. Nou, ken je? Ja, echt wel. Grootheid. Grootheid. Ach, ja, je zit hier. Doei. Zo, klaar mee? Ja hoor. Ja? Ja. Goed gegaan? Heel goed gegaan. Ja? Ja. Wat was nou het hoogtepunt deze dag? De heuvels. Ja, de 7 heuvelen. De 7 heuvelen. En een drankje achteraf. Ja, heerlijk. En ik zie een ballon. Ja. Heeft u ergens gevangen of met een reden? Van het V-team. Mijn dochter loopt met het V-team mee. Ja? Dus, wat is het V-team? Het staat voor vrede, vrijheid en nog iets meer. En daar loop ik voor mee. Okay. Ja. En dat is een speciaal doel? Of, Ja, volgens mij wel. Je doet gewoon die ballon meenemen en je bent van het V-team. Ja. Zo simpel is het. Het is ook hartstikke leuk om met het V-team te lopen. Hartstikke gezellig. Ja. En Taco is een hartstikke goede leider. Ja. Nou, het moet helemaal goed komen morgen nog, hè? Nog 1 dagje. Nog 1 dag. En dan gaat het goed komen. Ja, zeker weten. Allebei veel succes, hè? Dankjewel. Geniet ervan nog. Ja. En hoeveel tijd uitgelopen? U kunt het nu zien? Ja hoor, ik kan het wel zien. Maar ik moest het even een naam geven. Oh. Nou, wat is de spanning? Dat geeft niks, joh. We gaan heel even kijken in hoeveel, dag 3. In hoeveel uur uw dag 3 heeft uitgelopen. Nou, 6:55. En is dat een goede tijd? Ja, redelijk goed. Ja? Ja, het was heel druk in het begin. Heel druk? Ja, in het begin. Maar een hele late start. Ja. En kom je al die mensen die komen achterop, dus verder ging prima. Ja. En je loopt er wel lekker opvallend bij vandaag. Vindt u dat? Ja, hebben ze niet gemist, denk ik. Nee, ze hebben me niet gemist. Nee. En morgen makkelijk uitlopen of... Nee, wat denk je? Het gaat heel makkelijk worden morgen. Ja? Zeker. Heel goed. Hey, houd het vast en veel succes. Geweldig organisatie, bedankt. Doei. Easy man. Hoe is het? Nou ja,
bizar. We zijn weer een dag verder. We zijn weer een dag verder. Stem is nog steeds goed in vorm. Ja. En ja, het zijn toppers van de bovenste plank. Ja, zeven heuvelen vandaag. Meer dan gehad, dat, hè? Ongelooflijk. Is zwaar, hè? Is zwaar, ja, hè? Ik doe ze niet nou, hoor. Ik doe af en toe een interviewtje, maar het is een zware dag voor ze. Ja. Echt maar. Dat zijn de echte kanjers. Maar daar sta ik voor. Ik sta voor hun, hè? Ja, en ik zeg ook, ik zeg altijd maar, ik krijg er een glimlach voor terug. Hè. Ja, we hebben gisteren ook gezien, dat doet u natuurlijk heel veel, hè? Ja, dat vind ik geweldig. Hè. En vanochtend was het ook een feest. Ja, vanochtend weer een vanochtend feest. Vanochtend was het zo'n feest. Het was bizar, bizar, bizar. Zoveel reacties. Ja, jongens, het vliegt door mijn barst heen. En dan kan je het anders zeggen. En dan morgen nog maar één dag en dan is het klaar alweer. Ja, dan heb ik aan de bakkie en nou zeggen ze van, wat voor pakje doe je aan? Nou, ik zeg, dat ga ik niet zeggen. Nee. Nee, dat is geheim van de chef, hè? Heel kleurrijk. Ja, heel kleurrijk. Ik hoop dat we elkaar morgen weer tegenkomen. Dat zou zomaar eens kunnen, hoor. Ik ga nou voor de ene zeggen. Het heeft allemaal belletjes. Oké, okay, dan gaan we elkaar zien. Nou, daar komt ie, hè? Goedendag. Hoe is het vandaag gegaan? Ja, eigenlijk heel erg goed. En heel erg snel, goed gelopen. Fantastisch weer vanmorgen natuurlijk. Was het vroeg wakker om 5:45. En daarna zijn we lekker gaan fietsen vanuit Persingen naar Nijmegen. En we zijn fris en fruitig gestart. En we zijn weer binnen, dus geen blaren. Morgen de laatste dag. Nou, klinkt als een perfecte dag eigenlijk. Eigenlijk een hele perfecte dag. En hoe komt het nou eigenlijk dat je zo snel was vandaag? Ik denk dat we gisteravond vrij vroeg naar bed zijn gegaan. Dus goed uitgerust? Goed uitgerust, ja. En naar de rand lekker pilsje erbij? Nu gaan we ons eerste pilsje langzaam nuttigen, niet te snel, want anders dan komen we morgen ons eigen tegen. Ja, het is natuurlijk warm weer ook, hè? Dus ja, dan slaat hij hard aan. Ja, het is echt Hollands weer, hè. Ja, maar is het ook traditie bij jullie dat jullie elke dag even een pilsje doen naar ja, de rand? Ja, dat doen we wel, ja. Nou, dat hoort er wel bij dan. Wij komen uit Brabant, hè, dus wij zijn een beetje van het okay. Wij houden wel van een biertje. Oh, dan begrijp ik jullie wel. Ik kom zelf ook uit Brabant, dus. Oh, dan snappen we elkaar, hè. Ja, dat is okay. Mooi, hè. Maar heel mooi, heel mooi. Nou, heel veel succes en heel veel plezier met het mooie weer. Gaan we zeker doen. Jullie ook, hè? Yes, dankjewel. Hoi, dag. Proost. Dankjewel. Goedemiddag, meneer. Hoe is het vandaag gegaan? Ja, goed. Goed. Lekker, ja, mooi weer. Ja, mooi weer, hè? Ja. En helpt dat mee met lopen? Ja, 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 natuurlijk. Is niet zo warm. 22 graden. Kijk, prachtig. En wat heb je? Ja. En bent u al vroeg begonnen vanmorgen? Ja, later beginnen. Later geboren? Morgen heb ik vroeg beginnen. Oké, okay, morgen ga je vroeg beginnen. Ja. En hoe komt het dan dat je zo afwisselt? Nee, ja, maar omdat je zet naar schoenen. Nee, is de tweede en de laatste woensdag en vrijdag vroeg beginnen. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Nou, dan nog heel veel plezier en heel veel succes morgen. Okay, ja, dankjewel. Maak er iets van. Goedemiddag mevrouw. Wat heb je een mooie hoed op? Ja, dank je. Hoe komt het dat je zo'n mooie kleurrijke hoed op doet? Mijn vriendin die maakt altijd leuke hoeden. Kijk, oh leuk. Zij maakt ze en ik moet gewoon dat op. Oh, dat moet? Dat moet, ja. Ja. Dat is traditie bij jullie? Ja, ja, alleen ze gaat dit jaar kon ze niet mee, omdat haar hond was net tevoren overgeleden, een dag of wat tevoren. Oh, dat is wel sneu. Zo verdrietig, dus hij kan niet lopen. Dus, oh, dat is wel heel jammer. Ja, komt ze wel even aanmoedigen nog? Nee, dat is te veel. Nee, dat snap ik inderdaad. Ja, ja, nee. Ja. Volgend jaar gaan we weer verder. Kijk, dan krijgen we weer een nieuwe hoed. Ja, en weer een nieuwe hoed. Want elk jaar maken ze nieuwe hoeden van jullie. Ja, elk jaar. Ja. En, maar ja, normaal doet ze natuurlijk zelf ook die hoed op om mee te lopen. Ja, we lopen gelijk. Ja. Nou, hartstikke mooi. En hoeveel jaren hebben jullie al meegedaan? Dit is mijn 13e. Ze liggen al 13 hoeden op de plank. Ja. Nou, hartstikke mooi. Mooie traditie. Ja, leuk hè. Nog heel veel plezier. Ja, ik ga een pilsje halen. Yes, dat hoort er ook bij. Hoi. Mevrouw. Je staat er al mooi bij te dansen in de zon. Oh, is dat zo? Het ziet er heel vrolijk uit. Ah, nou, dan ben ik ook wel, ja. Kijk, ja, goed gedaan. Je bent net binnengekomen? Ja, ik ben net binnengekomen, ja. Was het goed gegaan vandaag? Het is heel goed gegaan, ja. Nog beter dan gisteren? Of, beter dan gisteren. Nou, derde dat is altijd de beste. Oh, is dat de beste? Ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Hoe komt dat, denk je? Het scheelt 4 kilometer. Het scheelt 4 kilometer. Oh, god, ja. En dus morgen wordt het weer iets zwaarder dan? Weet je wel, hè? Maar dat is een feestje. Nog groter feest. En morgen hebben jullie natuurlijk wel echt een mooi onthaal. Want dan is de finish en dan is echt de laatste dag, hè? Ja, dat is helemaal geweldig. Kijk. Nou, dan wens ik jullie morgen nog heel veel succes. En heel veel plezier natuurlijk. Want het weer hebben we ook mee. Dus, ja, nee, het is één groot feest. Nou, en nog
pijntjes, maar dat hoort erbij. Ja, af en toe, hè. Ja. Dan dansen we er dat gewoon weer uit. Zo is het, ja. Nou, oh, nog veel plezier dan. Nou, okay, dankjewel. Yo. Tot ziens. Doei. Dag. Dag. Goedemiddag, wat komen jullie vrolijk binnen? Ja, het is ook zo gezellig. Ja, het is zeker gezellig. Het is zo gezellig in Nijmegen. We komen volgend jaar weer terug. Ja. Nou, en hoe vaak zijn jullie hier al geweest dan? Nou, ik de 14e keer van dit jaar. Ik de 15e. Ik de 11e. Kijk, dus jullie zijn al heel bekend met de Vierdaagse. Ja. Ik wil echt niet missen. Dus volgend jaar ook weer niet zo te horen al. Kijk, en wij zijn de Volkers. De Volkersen. Oh, de Volkersenloper. Ja. Kijk. Hartstikke mooi. En jullie zijn een loopvereniging in Volkel? We hebben een hele goede loopgroep. En we hebben onderweg posten, we doen trainen, we hebben massage, we hebben lekker eten en we doen 's avonds dansen. En het enige wat wij zelf nog moeten doen is lopen. Ja, en de rest wordt allemaal gedaan. Nou, dat klinkt als een goede organisatie. Ja, zeker. Ja, het allerbeste met jullie. Nou, jullie ook. Heel veel succes. Dus jullie zien er heel vrolijk uit. Ja, dat klopt. We zijn heel blij dat we het gehaald hebben nu. Kijk, want jullie waren er nog niet zeker over dan? Nee, de eerste keer en de derde dag is eigenlijk vinden wij pittiger dan de tweede. De pittiger nog wel? Ja, de heuvels. De heuvels maakt het wel helemaal pittig. Ah, ja, kijk. Ja. Maar hoe is het vandaag gegaan met de heuvels? Ja, het was mooi, mooie omgeving. En genoeg aanmoediging langs de kant, waardoor het gewoon lekker loopt. Oh, klinkt geweldig. En het weer zit ook nog mee, hè? Ja, we dachten, wanneer valt die regen nou naar beneden? Maar het is nog steeds niet, dus het is droog gebleven. Ja. Oh, gelukkig. En vanavond feesten? Ja, we doen altijd eventjes afbouwen inderdaad met een drankje, maar ook weer vroeg naar bed. Ja, dan kunnen jullie morgen weer vroeg op. Want hoe laat beginnen jullie morgen? Wel de late groep. Ja, ja. Maar morgen wordt er echt gefeest. Dus dan besparen we nog even onze energie. Kijk, nou, dan kom ik jullie morgenavond misschien nog wel in de stad tegen. Ja, lijkt me leuk. Ja, heel veel plezier. Doei. Doei. Hoi. Hoe is het vandaag gegaan? Goed, heel goed. En hoe vaak hebben jullie al meegedaan? Appeltje eet je nogal? Ja. En hoe vaak hebben jullie al meegedaan? Eerste keer. Eerste keer? Ah, kijk. En waarom nu juist dit jaar? Ik heb dit jaar naar Spanje gelopen en dat was 1844 kilometer. Dus zo. Nu was het appeltje eitje. Ik dacht, als ik het een jaar moet doen, moet ik nu gaan. Dus je dacht, als die 1800 kilometer kan, dan kunnen die 250 hier ook al. Of hoeveel loop je hier? 40 kilometer per dag. Dat is 160. Nee, ook al een hele afstand. Ja. En hoe lang ben je op reis geweest? 3 maanden was het lopen. Zo, en nou doe je het in 4 dagen? Ja, 4 dagen. Maar het voelt als een compleet andere ervaring. Je wordt echt geduwd door de mensen en gewoon iedere dag feest. Het is meer feest dan lopen. Ja, vooral s'avonds ook dan? Of? Morgenavond. En vanavond een beetje? 1 drankje. Maar daarna val ik om. Dus, Nou, heel goed. En dan wens ik jullie nog heel veel succes en heel veel plezier. Ja, dankjewel. Jullie ook. Veel plezier. Ja, dankjewel. Doei. Nou, ik hoorde dat je heel veel sappige verhalen hebt over het wandelen. Ja. Vertel eens. Vooral sappig verhalen over deze 3 dagen, want de training was 0. Dus daar heb ik geen verhalen überhaupt over, maar pijn in de voet vandaag en verder vind ik het top. Zo, dus, maar hoe pak je dat aan dan zonder te trainen? Ga je gewoon lopen en dan zie je vanzelf? Of? Ja, dat was wel de planning. Ik zat eerst nog te twijfelen over schoenen en ik kreeg allemaal mensen die zeiden, waarom heb je gewandelschoenen aan? Ja, die moeten ook even in beeld. Maar toch maar op deze gedaan, want nog last minute gaan inlopen is volgens mij helemaal drama met blaren. En nu wat pijnstilling op en de muziek duwt je vooruit, dus dat is heerlijk. Kijk, en dan een drankje erin en dan dat is ook pijnstillend natuurlijk. Ja, maar voor kort duur. Dus, dus dan moet je vanmorgen weer door natuurlijk. Ja, precies. Ja. Nou, dan heel veel succes op je sportschoenen. Dankjewel. En, maar dat komt wel goed toch, morgen de laatste dag. Dus even doorbijten. Goed. En dan volgend jaar weer? Volgend jaar weer, 50 kilometer. Nou, hartstikke goed. Succes. Goeiedag. Je ziet er heel vrolijk uit, hoe komt het? Geweldig, nou ik ben blij dat ik er ben. En, kijk, het is een opluchting. Nou en of, ik vond het heel leuk, maar wel moeilijk. En toen ben ik wat sneller gaan lopen en toen ging het beter. Kijk. Ik liep iets te langzaam. Dus een beetje tempo bijzetten en toen... Had ik geen klachten meer en het publiek is ongelooflijk. Ja, daar fleur ik helemaal van op. Dus ik ben heel blij met dit evenement. Maar het was vandaag dus de moeilijkste dag tot nu toe, volgens jou? Nou, nee, allemaal ongeveer hetzelfde. Het is gewoon loeizwaar. Je moet wel een beetje trainen en dat doe ik eigenlijk niet. Oh jee. Ja, maar ik probeer het op wilskracht vol te houden en rustig gaan. Goed naar je lichaam luisteren en dan kun je het wel halen.
En heb je al vaker meegedaan of is dit de eerste keer? Vorig jaar, maar dat tel ik niet mee omdat het maar 3 dagen was. Ah, dus dit is de eerste keer. Oké, en wat is voor jou precies de reden om mee te doen? Nou, ik wil bewegen en kijken of ik het kan halen. En ja, mijn ouders zijn in de buurt geboren, dan kan ik dat gebied nog een keer bekijken. Oh, gaaf. Uit Rotterdam, Kapelle aan de IJssel. En ja, ik heb vaak de marathon meegedaan, maar dat kan ik nou niet meer halen. Dus dan ben ik maar hiermee gaan doen. Dan de 4-daagse? Ja, dat is beter. En ja, ook 40 kilometer. En meer feest, hè? Ja, maar dat kan ik niet zo goed met het lopen combineren. Ah, oké. Okay. Gewoon feesten tijdens het lopen dan? Ja, dat wel. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ik geniet er gewoon van. En, ik zie het aan jou. Ja. Ja. En het houdt je jong en in beweging. En ja, ik probeer het nog lang vol te houden. En ik zou het iedereen aanraden, als je klachten hebt, ga wandelen. Gewoon naar buiten. Het beste medicijn? Ja, dat vind ik ook. Geen pillen en niks. En gewoon volhouden, langzaamaan. Kijk, klinkt goed. Ja. Nou, nog heel veel succes dan, morgen. Nog 1 dag. Ja. Ga je het halen, denk je? Ja, ik denk het wel. Als ik dit kan halen, dan kan ik de rest ook. Kijk, houden. Klinkt hartstikke goed. Dankjewel. Nou, heel veel succes dan nog. Dankjewel. Dag. Tot ziens. Nou, meneer Sakkers, laten we even eerst teruggaan naar gisteren. Gisteren was er iets speciaals aan de hand. Toen was de finish een kwartier uitgesteld. Hoe kwam dat? Dat is een beslissing die wij genomen hebben, omdat op het laatste stuk van het parcours, en eigenlijk het laatste stuk door de binnenstad van Nijmegen, een omstandigheid zich had voorgedaan waardoor de laatste wandelaars niet meer mogelijkerwijze buiten hun schuld op tijd zouden kunnen komen. Een nadere uitleg, dat ging over een Pride Walk, een Pride Parade, die in het kader van Roze Woensdag aan het einde van de vierdaagse dag zou starten. En die is eigenlijk iets te vroeg gestart. Waardoor er achter die parade of die walk nog een aantal wandelaars waren, tientallen misschien. En die hebben wij ja, eigenlijk niet het recht willen ontzeggen om te laten finishen, omdat het buiten hun schuld was dat ze eigenlijk opgehouden werden. Oké, okay. En weet u ook iets over waarom het eerder was begonnen, die Pride Walk? Nee, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat we afgesproken hadden dat die zou starten vanaf de Lage Markt in Nijmegen. Nadat de bezemwagen van de Vierdaagse was gepasseerd. Want dat is het voertuig wat echt achter die laatste wandelaars rijdt. En om een of andere reden is, is die parade iets te vroeg van start gegaan. Oké, okay. En laten we even naar vandaag gaan. Hoe gaat het tot nu toe vandaag? In één woord fantastisch. Opnieuw uitzonderlijk prettig wandelweer. Gelukkig zelfs grotendeels droog. Hier en daar begreep ik een spettertje geweest. En ja, op de achtergrond is te horen en te zien één grote feest in de menigte. En ze moeten nog een dag. Maar tot nu toe, en we zijn natuurlijk nog niet helemaal door deze dag heen, nagenoeg incidentloos. Nou, dat klinkt heel goed. Dus dat is een goed vooruitzicht naar morgen. En morgen zal natuurlijk helemaal het feest losbarsten. 'S Avonds, hoor ik al van heel veel lopers. Geldt dat ook voor u? Nee, niet helemaal, want het feestje moet in de eerste plaats nog opgeruimd worden. Daar gaan we overigens meteen morgen mee beginnen. Wat niet meer nodig is voor de intocht wordt al weggehaald. En daarna moeten wij natuurlijk nog afscheid nemen van al die vrijwilligers. En als dat allemaal gebeurd is, dan gaat bij wijze van spreken de stropdas af, het pak uit. En dan is het moment wel daar dat ik wel toe ben aan een glaasje bier, zal ik maar zeggen. Nou, dat klinkt heel goed. Nou, nog heel veel succes met deze organisatie. En heel veel plezier daarna. Dankjewel, jullie ook natuurlijk. Dankjewel.